Ja, het gaat inderdaad alle treinen die ik hier heb zien vertrekken, die rijden op tijd. Hoe kan het dan dat het vandaag beter gaat? We hebben een kleine aanpassing in de dienstregeling gedaan. De sneltreinen door naar Randwijk is ontkoppeld vanaf hier Maastricht. Dat gaan we een week doen. En dan hopen we dat we klaar zijn om de echte dienstregeling weer te gaan rijden. Ja, hoezo is dat aangepast? Er was een probleem met het draaien van de trein? Nee, het is echt even dat we wat rust moeten geven aan onze mensen. Iedereen moet wennen aan de nieuwe treinen, aan de nieuwe dienstregeling. En als je dan zo onder druk staat, dan moet je die druk er even afhalen. En dat kan door het ontkoppelen hier van die sneltreinen. En dan kan iedereen in alle rust wennen aan de nieuwe treinen, de nieuwe dienstregeling. En aan Arriva natuurlijk ook. En dan hopen we dat daarna de beloofde dienstregeling kan worden uitgevoerd. Ja, het is eigenlijk zo dat dat geeft dan een beetje meer lucht. En dat zou wel voldoende zijn om de rest allemaal op tijd te laten rijden. Dat is op dit moment wel het geval, ja. Er zijn nog wel wat verbeterpuntjes hoor. Maar daar lijkt het op dit moment wel op en daar kunnen we op voortborduren. Ja, er werd gisteren al gesproken van een valse start, maar daar ben je het niet zo mee eens? Nee, ik vind dat echt unfair naar onze mensen toe. Iedereen heeft zijn stinkende best gedaan. En een heel klein uurtje liep het hier mis, dat heb ik zelf kunnen zien. Door een beetje pech hier en daar. Maar om dan te zeggen dat het helemaal fout liep of een valse start, dan geven we iedereen hier een schop en dat hebben ze niet verdiend. Dus vandaag gaat het beter, dus je staat wel een blijde directeur? Ik ben blij voor de mensen, ja. Dat hebben ze dan toch maar even gefixt binnen 24 uur.